Goedemorgen. Ik ben met mijn moeder in Nieuwegein bij Beauty Farm Eestaal. Goedemorgen. En we gaan ons even laten verwennen. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we gaan vandaag naar Hoenloo. We hebben een gezellig uitje met Haagse Bluff. Die hadden we nog te goed, omdat we iets hadden gewonnen. Ja. En het is volgens mij bijna een jaar later. Maar we gaan hem innen. Ah, dan heb je gewoon te lang. Oké. Maar het is best wel shitty weer. Dus we gaan er het beste van maken. Het is geloof ik bijna 2 uur rijden, als het niet meer is. Zin in! 2 uur rijden heen en 2 uur rijden terug. Het is toch gezellig met vrienden? Zin in! Ja. Ja, tuurlijk, schatje. En ik heb nog heel goed nieuws. Goed nieuws. Heel goed nieuws. We houden van goed nieuws. Ik ben 2,4 kilo afgevallen. Ja, dit is echt zo'n moment dat ik niet te hard mag lachen, want dan dacht ik van... Je bent dik, of je was dik. En als ik niet hard genoeg lag, dan ben ik weer niet blij genoeg. Dus ik moet het gematigd positief reageren. Nee, poepie, ik ben heel trots op jou. En dat alleen maar gewoon door gezond eten. Ja. En een beetje sporten. Ik heb nu ook weer een gevuld eitje gemaakt. Nee, het is van mij. Een heel lekker gezond eitje. Er zitten geen koolhydraten in. Ik wil een bevrucht eitje. Wat niet deze. Echt heel lekker. En er zitten geen koolhydraten in. Ja, en ik hoef dus gewoon niet meer altijd alles te koken en te maken. Zij kan ook gewoon... hapjes maken. En dingen koken. Ja. Nou. Echt verrassend lekker. Mm-hmm. Er zit er een op mijn schoen te poepen. We gaan even de hondjes uitlaten en dan gaan we naar Maranke en Erik, want daar rijden we gezellig mee. Ja. En Simon is ziek. En Simon is ziek. Wetenschap. Wetenschapjes. Spanning is om te snijden met die zwaarden. Dingen doen ook. Nou, we zijn op zoek naar een of ander klinkje of zo. Ik weet het ook niet precies. Ja, daar zijn wel van die apps voor inderdaad. Hè? Ik kan wel goed inzoomen, dus als het nodig is dan... Hier moesten we met z'n allen opstaan of niet? Ja. Zijn ze met de telefoon, hè? Ja, op dezelfde telefoon. Dan de spanner aanzetten en dan staan we wel allemaal. Op één smartphone, toch? Ja. Ga gewoon. Hey, joh. Ik ga nog even rechtdoor, want ik kan niet remmen zo. Yeah.
en dan kunnen we gewoon die kant pakken. Beetje een rare naam voor een brug. Ja, maar het is een vernieuwde brug. Ja, het wordt wel een wereldvlag in Groenlo, hoor. Wordt met een partij spannend? Of hoe zak ik er vanaf? Kijk. Oh, jawel. Interposers van Zelder. Staatsloterij. Dat is van Zelder. Android. Android. Ja, dit is van de van Zelder. Ik let hem zo eroverheen hoor, de pepers. Ik weet niet, Stef pakken van ons. Ja, de regen van de Stef. Zo, we zijn weer lekker thuis. Ik ben kapot. Het is 10 uur. 2 uur rijden, hè? Al. Ongeveer. Ik vond het heel gezellig. Het was super gezellig, ja. In Groenlo. In Groenlo! We zijn in de staatsboerderij geweest, we hebben gekickbiked, we zijn in de kerk geweest, we hebben een spelletje gedaan, we hebben lekker een varkenshaas gegeten met pepersoos. Ik moet zeggen, een zeer geslaagde dag, hè? Het is heel geweldig genoten. Ajax heeft gewonnen. Feyenoord heeft gewonnen. Willem 2! Okay. En back to the vlog. En wij hebben gewonnen. Groep 2! Dus we gaan even kijken. Ik vind het heel fijn. Ja, jij wil dat ik lang haar heb. Ik mag niet afknippen voor jou. Nee, inderdaad. We gaan even kijken wat we gewonnen hebben. Kom, Poppie. Ja. Aan jou de eer om hem uit te pakken, Poppie. Ik zal ongetwijfeld iets met grols te maken hebben. Zou het? We hebben... Ik denk een stok kaarten. Ja, stokkaart. Oké. Okay. We hebben. Als vloggers moeten we heel even erbij zeggen: wij krijgen hier niet voor betaald. Dus Grols is geen partner van ons. We krijgen niet betaald voor Grols. Dus Grols bier heeft ons niet betaald. Groenlo! Oh, dit hier zit geen Grols bij. Weet je wat we nou niet gehad hebben? Nou? Die oordopjes van Grols. In mijn pakket zat het wel hoor. Ik heb geen oordopjes! Een beetje jammer. Stoel zat het bij dit van mij wel. Maar, Ja? Ja? Wil jij die aan dat? Ja. Jongen. We hebben een blik koeler. Cool. We hebben een pen. Een beetje een chic ingepakte pen. Een mok van Grols. Een biermerk. Dat kunnen we wel gebruiken, gewoon altijd. Zo. Frisbees. Wat zijn het? Oh nee, bierveeltjes. Ja dan. Carnaval 2012. Die zullen we vast ergens in de magazijn hebben gelegen en dachten ze van, stop gewoon in het pretpakket. Pretpakket inderdaad. En nou, Groenlo zit voor altijd in ons hart. En die van mij dan? Want laat van mij die oordopjes eens zien. Maar die jou zit zeg maar hetzelfde in. Maar jij hebt weer iets extra's. Dan hoort het. Oh. Lukt het? Oh, ik ben er iets vergeten trouwens. Oh, het is altijd leuk, ja, voor als iemand 50 wordt. Je kan het maar vast hebben, niet?
oordopje. Heel leuk. Het oordopje ziet eruit als een dopje. Wat lachen. Nou, leuk, hè? Nou. Helemaal leuk. Namens ons, luister, heel erg bedankt. Het was een hele leuke dag. Hallo, kunnen we praten? Sorry. We zijn aan het bedanken. Bedankt. Namens ons, heel erg bedankt. Het was een super leuke dag. Mwah. En de special guest is aanwezig. Waar is onze special guest, Ben Oudstra? Dat is Kees. Kees, helemaal uit Den Haag. Hij was gisteren nog in Italië. Is vannacht met vliegtuig helemaal in Hengelo neergeland. En daar is hij dan, onze Kees. Geweldig applaus. Haagse Bluf uit Den Haag. Best aardig. Nou, het ging lekker. Sergio was de meest enthousiaste fan. Maar niet heet. Ja, hij liep er wel voor. Moest natuurlijk wel wat geluid maken. Ja. En leuk stapje zo. Wat was er nou op het einde? Mochten ze het niet afmaken? Nee, we mochten niet door. Nee, we mochten niet door. De tijd was op. De tijd zat erop. We waren klaar. Ze zei andere. Ja, plaats maken voor anderen. Dus eigenwijs, we waren hem toch nog gespeeld. Ja. Ja, zei een klein nummertje, maar dat hebben we niet gedaan. Nee. Ja, top. Dat is lekker. En nu gaan we naar. Nu gaan we naar het podium, waar we binnen zijn gekomen. Waar is de rest? Volgens mij gaan we naar. Zijn ze langzaam? Hoofdpodium? Nee. Podium 2. Oh ja. Podium 2. Erg, hè? Dan ben je de manager en dan weet je niet waar je heen gaat. En je had ook nog een taak, hoorde ik, die je niet goed hebt volbracht. Nou ja, ze vroegen een aankondiging. En die had ik in de groep gegooid van hoe willen wij ons aangekondigd hebben. Zijn ze kort en krachtig? Dus ik heb gewoon opgestuurd. Kondig ons maar aan, gewoon ons Haagse Bluf uit Den Haag. En toen kreeg ik nog een paar keer een mailtje van de organisatie dat we een aankondigingstekst moesten sturen. Maar die had ik al gestuurd, alleen ze vonden het wat kort. Kort en krachtig. Ja. Haagse Bluf, ja top. Ja. Als het zonnetje blijft schijnen, ik wil nog ergens koffie scoren. Ik heb een koffie nodig. Denk daar aan om. Nee, ze zijn niet koffie. Zal vast wel goed kunnen. Dat Sergio even lekker aan plas is hierachter. Piet me maggen! Piet me maggen! Piet me maggen! Ja. We zijn derde geworden! Superleuke dag gehad in Hengelo! Gelderland, niet de andere Hengelo.
dan ben je echt een stuk verder. PSV! PSV heeft ook nog gewonnen. Blijkbaar moeten we daarom juichen. Was gezellig, we gaan weer terugrijden. Ongeveer 2 uurtjes.